is hij. Dat is Dustin. Welke? Daar. Dustin Pitt. Avery vindt hem schattig. Maar zou hij er zo niet beter uitzien? Hey Nikki, wat is nieuw? Het tegenovergestelde van oud. Ik ben gek op zulke woordgrapjes. Als je hoe gaat het had gezegd, had het niet gewerkt. Je bent hilarisch en zo aantrekkelijk. We zijn als twee druppels water. Maar zullen we wat gaan doen? Tyler, Nikki helpt me met iets dat heel belangrijk voor me is. Niet nu. Cool. Waarmee kunnen we je helpen? Ik praat wel met Nikki en dan ziet ze jou bij de Brugger-tent op Whitman Avenue. Over een minuutje? Top. Later. Maar ik ga geen Brugger-tent eten op Whitman Avenue. En hij ook niet. Er is geen Brugger-tent op Whitman Avenue. En er is geen Whitman Avenue. En Brugger bestaat niet eens. Hé, hey, jij bent Avery toch? Uit meneer Houwens klas? Ken jij Tyler James? Hij is haar broer, ja. Echt waar? Tyler is een geweldige biker. Hij is mijn idool. Avery, zouden jij en Tyler niet gewoon thuis blijven morgen? Misschien kan Dustin langskomen. Ja, dat lijkt me super. Mooi, dan ziet Avery je morgen. Maar wacht, ik was zo nerveus en ik zei niks. Heb ik mezelf volledig voor schut gezet? Ik vond van wel, maar hem wil het niet op. Er is geen Brugger-tent op Whitman Avenue. Er is geen Whitman Avenue. En Brugger bestaat niet eens. Het spijt me heel erg. Ja, en terecht. Ik heb net 50 kilometer gefietst terwijl ik Brugger uitriep zo hard als ik kon. Weet je wat? Ik zal het goed maken. Alleen jij mag erbij zijn als Dustin morgen komt. Ik zorg voor Brugger. Echt waar? Hou op! Ik ga echt niet om met een nerd uit groep 8. Alsjeblieft, kom er even bij zitten als Dustin hier is morgen. Hij kijkt echt naar je op. Geef me 1 uurtje, daar doe ik alles voor. Goed, maar jij zorgt dat Nikki verliefd op me wordt. Ik heb hersens, maar geen toverkracht. Oké, goed, zoek uit waar Nikki precies op valt. En zeg niet dat ze op me wacht bij een bonentent in een nepstraat. Had iemand het over bonuts? Als dat half bot, half donut is, wil ik een dozijn met leversmaak. Als het dat niet is... Is het een vrede grap? Ze praat niet met me. Ik heb haar nepdagboek gelezen, haar echte dagboek, haar computer. Ik snap niet waarom ze me niet vertrouwt. Lieverd, je gaat te ver met dat Dustin gedoe. Het is maar kalverliefde. Laten we Avery wat ruimte geven. Ze is mijn kleine meisje, Bennet. Al noemt ze me nog zo vaak die gemene gluurder in haar dagboek. 40 keer, heel kwetsend. Lieverd... Sorry, ik wil niet preken hoor, maar als je niet wilt dat je gekwetst wordt, kun je beter niet rondsnuffelen in andermans privézaken. Je hebt gelijk. Denk maar aan jouw tijd op school, toen je die meisjes afluisterde die je spillebeen noemde. Lees je mijn dagboeken? Dagboeken? Nee, ik niet. Hé, hey, je bent er overheen gegroeid. Moet je die grote vlezige buffelbenen eens zien? Ik maak het er niet beter op, hè? Ben je ooit getrapt door een buffel?